Deze is van zaterdag 8 juli. Tijdmelding, dan kan ik de microfoon niet indrukken. Dit is Persus Echo. Zoals ik gisteren begonnen ben, dat is duidelijk niet bedoeld als zijnde een soort van daily minutes. Maar ik hou de komende dagen elke avond om 7 uur een kort praatje over ofwel nieuws op amateurgebied of iets technisch of nou ja, noem maar op. Dat is voor een deel omdat ik ook wat tekort heb aan inspiratie. En als ik elke dag wat doe, en ik heb het idee dat sommige mensen ernaar luisteren, hoeven er maar 1 of 2 te zijn, dan komt die inspiratie wat makkelijker op. Eens even kijken, ik laat hem heel kort los en dan begin ik opnieuw. Want dan heb ik weer 3 minuten om over te praten. Of om 3 minuten om ergens over te praten. Ik wou het vandaag iets over D-star reflectors vertellen. Er zijn natuurlijk in soorten en maten. De reden dat er reflectors zijn, dat zal denk ik niet bij iedereen bekend zijn. Maar de reden is, er zijn er meerdere van. Maar een belangrijke reden is dat niet alle repeaters beschikken over een riante internetaansluiting. Soms kunnen ze maar 3 of 4 streams aan. En dat was zeker 14, 15 jaar geleden zo toen D-star in Europa opkwam. En om die reden, die reflectors te zijn, vormen een soort van backbone. Zodat er veel meer streams beschikbaar zijn voor gebruik. Een andere reden is dat de eerste repeaters die er waren, de eerste in Nederland die digitaal waren, dat was de repeater in Breda, waarvan ik me even de call niet zo snel weet. Maar in ieder geval, de andere was PI1DSA in Amersfoort. En die 2 repeaters die konden wel aan elkaar koppelen zonder reflector. Maar dat kon alleen een 1-op-1 verbinding zijn. Dus er kon er dan niet meer iemand bij. En bijvoorbeeld bij de eerste D-star rondes die ik deed, waren er vanuit Amerika belangstellenden. En die konden hun repeater niet linken omdat wij aan Breda gekoppeld waren. Dus vandaar dat een reflector wel heel erg noodzakelijk was. Je hebt die bandbreedte dus nodig. De eerste reflectors waar ik kennis mee maakte waren D+. De REF-reflectors, daar moet je je voor aanmelden. Daarnaast heb je nog de XRF-reflectors die zonder netwerk zijn. Die zijn volgens mij wat ouder. Die 2 die lijken erg veel op elkaar en die zijn ook wel enigszins compatible. Een poos later kwamen dus de DCS-reflectors op. Het was zo dat bij D+ moet de amateur zich dus aanmelden. Het oorspronkelijke D-size systeem, overigens, daar vertelde ik de vorige keer ook over, die werkte helemaal niet met het koppelen van repeaters of met reflectors. Dat werkte met callsign routing. En het netwerk daarvoor, dat was eigenlijk al in Japan uitgerold. En er bestonden daarvan twee netwerken. De ene was de Japan Trust en de andere was US Trust. En die laatste die was voor de rest van de wereld, dus behalve Japan. IRC-DDB en de DCS-reflectors die kwamen eigenlijk op. Doordat bij D+, moest je je aanmelden en zij vonden dat niet nodig. Zij vonden dat alleen de repeaters zich zouden moeten aanmelden en dat de amateurs op zich dat niet zouden hoeven. Nu zit ik even te denken hoe ik nou weer op die reflectors terechtkom. Maar ik heb gisteren had ik het allemaal uitgeschreven. Dit keer heb ik niks voorbereid. En ik zit al 3 minuten te praten. Dat is wel heel lang. Ik pak hem even terug. In ieder geval. Er was nog een probleem. Dus allereerst was het zo. Die aanmeldverplichting die speelde een rol. Iets anders was dat er voor D+ een centrale registratie was. Ik weet eigenlijk niet of dat nu nog zo is. Maar in ieder geval was het toen zo. Dat als je je aanmeldde, dan duurde het 24 uur voordat dat ingevoerd was. Omdat dat handmatig moest gebeuren op de centrale server. Het was ook nog zo dat als de centrale server uitviel, dan lag heel D-star daar onderuit. En IRC-DDB heeft een netwerk van gedistribueerde servers. Waardoor als er eentje uitvalt, er altijd nog meerdere zijn die het overnemen. En bovendien werd de aanmelding automatisch verspreid over die servers, zodat dat heel snel geregeld kon worden. Maar dat is dus de onderliggende infrastructuur. Die reflectors die communiceren eigenlijk rechtstreeks met elkaar. Dus gebruiken alleen de registratie van het onderliggende systeem. En die hebben een eigen manier van met elkaar communiceren, die ook voor de verschillende reflectors verschilt.
Dus je hebt een manier waarop XRF en D-plus met elkaar communiceren, waar kleine verschillen in zitten. En DCS doet dat heel anders. En DCS heeft een aantal dingen die ook voorkomen dat het geplaagde uitvallen van doorgangen, wat bij reflectors op D-Star plaatsvindt, dat er voorkomen wordt. Dat hoor je tegenwoordig niet zo vaak meer, maar in het verleden was dat echt een plaag. Het was typisch voor D-Star. Overigens, bij het originele systeem bij callsign routing vindt dat niet plaats. Dus dat is dan nog weer een tip. Als je er echt veel last van hebt, ga callsign routen. Maar dan moet je wel eerst een cursus volgen, overigens, HI. goed. Daarna kwamen dus, je had dus drie verschillende reflectorsystemen. In het begin was het ook nog zo dat Nederland op D-plus zat. En Duitsland zat in de tijd nog op XRF. En die twee die konden in de tijd niet met elkaar connecten. Dus je kon in Nederland niet met de Duitse repeaters connecten. In Nederland en België die gebruikten lange tijd één reflector. Later kreeg België een eigen reflector. Maar reflector nummer 17 die was het enige tijd in gebruik voor beide landen. Vervolgens waren er een aantal mensen in Luxemburg. Die zeiden wat raar dat dat er drie reflectorsystemen zijn en dat die dan ook weer in sommige gevallen lastig met elkaar communiceren. Dus die maakten een eigen. In die tijd was de kwestie tussen Nederland en Duitsland al lang opgelost hoor. Maar lang verhaal hoe dat gebeurd is, dat ga ik nu niet doen. Maar in ieder geval, die XLX-reflectors die kunnen al die drie verschillende protocollen aan waarmee die reflectors communiceren. En een XLX-reflector die ondersteunt doorgaans ook alle drie de voorvoegsels voor die reflectors. Maar reflectors die kunnen een hoop bandbreedte aan als het goed is. Is ook niet bij alle reflectors zo, want ik heb zelf een tijd een reflector gehad die ik zelf hostte. Ik pak hem maar even terug. En daar had ik beperkt bandbreedte voor, maar die gebruikte ik eigenlijk alleen voor lokale dingen. En lange tijd was het ook zo dat ik die voor allerlei experimenten gebruikte die ik op de bekende reflectors niet wilde doen. De mensen, de beheerders daarvan, die waren ook een tijd lang nogal bang voor uitval. Ja, dan gaan we die experimenten op mijn eigen reflector doen. Dus ik heb iets van 6 of 7 jaar XRF 064 gehad. En alleen de laatste 1 of 2 jaar was bekend dat ik die had. De eerste tijd wist helemaal niemand dat die bij mij hoorde. Maar die draaide wel bij mij thuis. En daardoor was de bandbreedte beperkt. Ik had daar niet hele grote groepen mensen op kunnen hebben. Maar op zich werkte het goed. We hebben het vaak ingezet voor een lokale ronde in die laatste 2 jaar. En dat werkte eigenlijk perfect. Dus je kunt eigenlijk ook zelf een reflector opzetten. Het handigste is als je dat nu doet om dat met XLX te doen. Moet je die software volgens mij wel compileren. Je moet er toch wel behoorlijk in zitten. Maar op zich is het geen raketwetenschap. Dus dat over het reflectorsysteem. Ik zit nog even te denken of ik er nog wat aan ga toevoegen, maar het wordt misschien wel weer een lang verhaal. Wat wel bijzonder is en ook handig om te weten. De Amerikanen die wilden in eerste instantie helemaal niks weten van dat IRC-DDB systeem. Want die wilden alle software sowieso die niet van hun kwam en hardware die niet van hun kwam of van ICOM, wilden ze niet herbergen. Later zijn ze daarvan teruggekomen. Toen zeiden ze van nou, als wij vanaf ons netwerk niet kunnen constateren dat dat een vreemd systeem is, dan is het oké. Okay. Dus wat die Duitsers van IRC-DDB in eerste instantie gedaan hebben, die hebben een tweeling zeg maar van de Amerikaanse server bij zichzelf laten draaien. Dus gewoon, ze hebben dan een eigen server die een kopie was van wat er op de Amerikaanse server draaide. Dus daarmee was er een tweede Amerikaanse server die alleen door hun gebruikt werd. En hun IRC-DDB systeem koppelt dus niet aan het Amerikaanse, aan de Amerikaanse server, maar aan die eigen kopie van de Amerikaanse server. En dat is de manier waarop in eerste instantie, ik weet niet of dat nog zo is, maar in ieder geval toen was dat zo, waarop die verbinding werkte zonder dat de Amerikanen daar inzicht in hadden dat het gebeurde. En dat was oké. En daardoor waren die twee netwerken gekoppeld. Maar iedereen zit tegenwoordig, bijna iedereen zit op OpenQuadNet. OpenQuadNet werkt volgens het IRC-DDB systeem. Maar OpenQuadNet, daar is iets bijzonders mee. Want op IRC-DDB en op D-plus moet je in ieder geval de repeaters aanmelden. En die doen dat niet als je geen repeatervergunning hebt, voor een repeater althans. En dus was het met de opkomende hotspot niet mogelijk om van dat callsign routing van het andere systeem gebruik te maken. Nou, OpenQuadNet zei van nou, wij laten gewoon iedereen toe, wij doen geen aanmelding. Maar vervolgens bleek dus dat OpenQuadNet, en volgens mij is dat nog steeds zo, niet gekoppeld kon worden met die andere twee.
Dus als je op open kwadlift zit, kun je niet op die andere. En andersom. Ik pak hem nog even terug. Maar in Paista kun je ze alle twee aanmelden. Dus dan ondersteunt het wel beide. Maar er zijn wel wat verbindingsproblemen waardoor het soms niet werkt. Als je ze beide hebt. Dus ik weet niet precies waar de problemen zitten en wat het is. Maar goed, ik zal er eens een keer induiken. Ik vind het wel interessant. Dus ja, dat over de D-Star reflectors. Heb je nou een verzoekje waar ik het over zou kunnen hebben? Of je hebt vragen of zijn dingen die je niet begrijpt? Stuur dan een mailtje aan xapenstaartje.xdv.me. Ik denk dat ik de komende week dit nog blijf doen. Ik weet niet of ik het daarna doorzet. Het was in ieder geval niet de bedoeling om dit vele maanden zo op deze manier te gaan doen. Maar in ieder geval ben ik er de komende week elke avond om 7 uur. Nou, tot zover.